Normaal start ik iedere video met goeiemorgen, maar vandaag zeg ik goeieavond, want het is nu op dit moment 10:30 s'avonds. We zijn op een supermooie zaterdag, we zijn op een supermooie locatie en ik denk dat dit een van mijn beste dagen van heel mijn leven is, want waar ben ik vandaag mee aan het rijden? Dit is niet meer normaal. Ten eerste, ik zit niet in mijn auto. Ten tweede, dit is niet de auto waar ik mee aan het rijden ben. Dus ik ga jullie twee heel zieke auto's vandaag laten zien waar wij mee aan het rijden zijn. Ik zit echt vol adrenaline al de hele dag en de dag kan niet meer stuk. Oké, ik ga gewoon laten zien waar ik nu in zit. Dat is stap 1. Daarna gaan jullie zien waarmee ik aan het rijden ben. In een van mijn vorige video's hebben jullie gezien dat ik gereden heb met de nieuwe F-Pace SVR van Jaguar. Super dikke auto, heel luxueus, maar natuurlijk wel een grote SUV. Ik heb het toen ook al gezegd en ik blijf het nu ook zeggen. Ik ben voor de coupé versies, ik ben voor de kleinere versies, de sportievere versies. En jawel hoor, vandaag is het zover. We zitten hier opnieuw in een SVR. Oh jawel, super dikke SVR van Jaguar. Maar hoe ziet het er aan de buitenkant en welk type is het? Ik denk dat jullie het al kunnen raden. Jawel, ik heb het natuurlijk over de F-Type SVR. Holy crap, one auto. Super dik en check die kleur. Check ook de spot trouwens waar we zijn. Super mooi voor nightshots. En dat is ook de reden waarom dat we hier zijn, want daar is Morgan om shots te maken. Maar dat is niet de enige auto die we bij hebben vandaag. Nee, want achter de F-Pace SVR staat namelijk nog een auto heel in de verte. En we gaan er eens heel dicht op in gaan. Wat ik vandaag aan het rijden ben. Niet normaal. Ho mannetjes, ik ga hier heel even de video onderbreken, want ik heb iets heel speciaals aan jullie voor te stellen. Namelijk deze doos. Jullie kunnen het misschien al zien, maar hier staat Finesse Car Care op. En met Finesse Car Care ben ik ondertussen al een tweetal jaar een goede partner. En dit einde jaar hebben ze weer iets super gelanceerd, namelijk de Mystery Box. Ik heb me er zelf eentje besteld. Dit is hem. Ik heb hem nog niet open gedaan, dus ik ga samen met jullie deze box open doen. Maar wat is er zo speciaal aan de Mystery Box? Hij heeft een prijs van 50 euro, maar de waarde die erin zit is iets meer dan 50 euro. Maar ik weet natuurlijk niet wat erin zit, dus dat ga ik samen met jullie nu openmaken. Er zijn trouwens twee soorten mystery boxes die jullie kunnen bestellen. Eentje van 50 euro, eentje van 80 euro. De waarde die erin zit is altijd meer, maar dus is een verrassing. En vandaag gaan we ook eens kijken wat er in die van mij zit. Raw. Let's see. Als eerste Finesse Car Care, een mooi kaartje natuurlijk. Ik zie hier al direct iets knalgroen in zitten. En jawel, het is een heel grote droogdoek zoals ik kan zien. Super handig, want dat gebruik ik zeker en vast. Dan gaan we met de productjes beginnen. En ik zie hier al een eentje staan. Dat is de Citrus Wash. Een all-purpose cleaner, de Citrus Wash. Ziet er zo uit en is eigenlijk super handig. Ook zeker als ontvetter. En gewoon algemene cleaner voor zowel interieur als een paar exterieur items. Gebruik die heel vaak. Dus ik ben heel blij dat ik hem terug heb, want die was op voor mij. Perfect. Nog een flesje en dat is mijn all-time favorite. De Redemption Fallout Remover. Zalig, want ik spuit helemaal velg ermee vol voordat ik mijn auto was. Velgen wordt knalrood en al het vuil wordt ermee afgehaald. Dus dit werkt perfect. Heel blij, want die gaan er super snel door bij mij. En dan heb ik er nog iets heel interessants. Maar dat denk ik dat ik niet alleen het productje bij nodig heb, maar ook dit. Want dit is een bandensponsje. En dit bandensponsje ga ik kunnen gebruiken met de Roadblock. Om zeker op de foto de auto mooier te laten blinken of naar een meeting te gaan. Gebruik ik bandenzwart heel vaak. Het sponsje gaat me nog makkelijker helpen om het erover te wrijven. Want meestal doe ik dat met een doekje. Dat is niet ideaal. Dit is super handig en kost bijna niks. Dus dat is fijn dat dat erbij zit. Hier is nog een doekje. Perfect. Een kleiner, smaller doekje. Zeer handig voor de detailtjes af te werken. En weer een prachtig kleurtje. En dan zijn we er nog niet. Want ik heb hier iets nieuw. En er zijn wat geurhangertjes. Altijd heel fijn om een auto te hebben. Die moet altijd fris ruiken. Dus geurhangertjes komen super goed van pas met het mooie logo van Finesse Car Care uiteraard. Voilà, tot zover de inhoud van mijn mystery box. 50 euro gekost, maar er zit absoluut een heel pak meer waarde dan 50 euro in. Als je het mij vraagt een heel leuk cadeautje om bij kerstmis of eindjaar te geven, weet jij niet zo goed wat je vriend, je vriendin, weet ik veel wie, nodig heeft, dan is een mystery box wel iets leuk om jezelf mee te verrassen en de persoon die het cadeau geeft mee te verrassen. Plus er zit heel veel meer waarde in als dat jij hebt betaald. Check zeker een website www.finessecarcare.be. Bekijk de mystery boxes eens. Is dat nu je ding, bekijk dan de andere producten eens. En dan kun je ook mijn kortingscode SAMVWH gebruiken. Wel niet op de mystery boxes, maar wel op alle andere producten door de rest van het jaar. Merci om even op te letten en we gaan nu verder met de video. Go, 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 go!
We gaan van de Rode Jaguar naar de Lotus Exige 430 Cup. Dit is een pure raceauto voor het circuit. Laten we eens even inzoomen hoe dat die er van dichtbij uitziet. Ik voel me net een Fast and the Furious, want wat is dit gewoon? Niet normaal. Deze auto is zot, te zot voor woorden. Ik ken niet de kordij, want Morgan is net foto's aan het maken van de auto. En ik hoop trouwens dat er niet te veel wind is. Maar dit, ik ben echt precies een racepel aan het rijden. Wat is dat hier aan het doen? De lucht, daar zit geen ruis op, hè. Geen ruis. Dat is wat we moeten hebben. Mag je nou echt niks kunnen? Oké. Okay. Trek eens de foto. Ja, we gaan dat hier klik. Even... Allee, duw eens op een knoppetje. Klik. Ja, maar schat, laat me de instellingen eens. Klik, zeg ik u. Allee. Allee. Ja, klik goed, zo. Ja, oh, voilà. Oh! Kijk ja. Het ding is. Om het geluid van de wind even tegen te gaan, ga ik terug in de auto zitten. Ik ben de auto gaan oppikken rond de middag. Het is nu, zoals ik net zei, iets voor 11. En dit is toch wel een van de zotste ervaringen wat ik heb gehad om in een auto te rijden. Totaal niet vergelijkbaar met mijn auto, met een of andere snelle sportieve auto. Maar dit is gewoon puur een trekauto voor op het circuit te rijden. Totaal niet comfortabel, dat moet ik jammer genoeg zeggen. Maar daar diende ook totaal niet voor. Je zit in kuipzeteltjes, je zit zo goed als plat tegen de grond. Manueel geschakeld, maar die supercharged motor, ja, die plakt u wel echt letterlijk tegen de zetel. Gaat super snel, maakt ook een zalig geluid dat ik nooit verwacht van Lotus. Ik ben eerst een Lotus-kenner, om eerlijk te zijn, en dit is mijn ontmaagding qua Lotus. Dus ja, boys, good job met deze auto. Tijd voor special night shots. Dus nu moeten we de lichtjes van de Jag erop krijgen en zien hoe het resultaat is. Oh shit. En dat kan ik echt gemakkelijk weg editen. Dat is vet, hè? Ja, dan komt die rode streep er mooi door. Nice. Ja, echt perfect. Nice. Maar dus na een hele dag in die Lotus wil ik wel eens iets anders meemaken. En gaan we dus eens achter het stuur zitten van de Jaguar F-Type SVR. Ah, dikke auto, man. Wat een luxe. Super mooie afwerking. Kijk die belichting er ook. En stuur, dashboard. Heel mooi. Echt een prachtige exemplaar van de Jaguar weer. Sloot ook eens hier in mijn handen. Dus dan is er maar één ding wat ons te doen staat. Hè. En dat is daar op de startknop duwen. Welke zouden jullie nu kiezen? De Lotus of de Jaguar? Wat een combinatie tussen de twee. Ik vind trouwens de Lotus kleur heel mooi. Het is niet wit, het is een beetje gebroken wit, wat beige-achtig. En dan heb je het knalrood hier van de Jaguar. Een heel verschil, maar wat een combinatie. Oh, instappen in de Lotus is echt een levende hel, want die is super klein. Er zit een rolkooi in. Ik zit echt letterlijk plat tegen de grond, maar het is tijd om dit beest een keer op te starten. Let's go! Even terug in de Lotus, want we gaan deze aan de kant zetten zodat ik eens een ritje kan maken in de Jaguar. Dus Lotus starten in 3, 2, 1. Damn, bro. Manueel pookske. Handrem af. En dan kunnen we gassen. Het draaien en sturen is echt fucking stressen. Dat is een training op zich. Maar dat is geen servostuur, dus oh, fucking hell, dat is zwaar. Hier aan de kant. Dat moet genoeg zijn. Alright, let's drive the other car. Terwijl ik mijn beestje hier aan de kant aan het zetten ben, zitten die andere twee wat toertjes te maken in de Jaguar. Zijn ze. Oh! Zit geen trein? Nee, ik heb niet gezien dat geen trein was. Allee, ja. En? Help! Dat was echt fucking bad, hè? Ik heb mijn gas geduwd. Toch niet te hard gereden, hè? Heb je gezien? Foei, foei. Wat heb jij daar gedaan? Als madame dat kan daar, dan kan ik dat ook. Kom nou hier eens checken, dat autoke. Oh. Ja, amai, dat is hier klein. Alright, het interieur van de Jaguar, zoals ik net heb laten zien, is super vet. Dus we gaan nu eens op die gas duwen en kijken wat die auto echt kan. Testen.
Jij bent ook week. Dat ben ik niet, hè. Dat is nu wel net iets comfortabeler als die Lotus waar ik mee aan het rijden was. Snap ik. Serieus verschil. Het is wel een super comfortabele auto, echt, hè. Het is nog altijd heel luxueus. Voorziet ervan. Lekker bak. Yes. Staat nu volledig in. Nu staat in sportmodus. Ja. Sportmodus. Uitlaten, kun je hier ook allemaal regelen. Yes. Oké, vet. Supercharged. Yes, sowieso. Oh. Wat zeg je? Die reactietijd is toch wel zot, ja. Oh, mooi. Isse. Denk je dat we gaan doen zijn? Dag mevrouw. Haha, ja, wat een auto's. Ik kan het toch veel beter als je. You wish. Dat is een keer eens iets anders, hè, zo'n voorbeeld. Dat duurt echt 5 minuten eer dat wij klaar zijn. En Joni zit al heel op ons te wachten. Ja, maar je moet eerst eer dat je in de oude stap duurt. Ja. Dan gaan we die gordel aan doen. Inderdaad, die is echt super laag. Vertrek mijn hand. Ja. Het is nu 12:30. Het is tijd voor. Het is tijd voor McDonald's. Ja. Dit zijn echt de tofste dagen dat wij doen. De tofste weekenden. Gewoon geen planning, niks. Gewoon zo afspreken. Spontane avondjes als feest. Ja. Ik kan niet de camera ver genoeg van mij houden, want ik zit met deze baren voor mij. Dus. Die rolbaar zit hier in de baren. Ja. Wat ook heel chill was, de security had tegen Joni gezegd van ja, normaal mag dat niet, dus hier foto's maken omdat dat industrie is of zoiets. Dus als de politie komt, ja, dan is dat echt puur voor u weg te sturen. En de politie was dus naar ons gekomen. En die vroeg van ja, zet jij in pannen? En wij zo, nee, we zijn gewoon foto's opmaken. Ah ja, oké, ja, doe maar. En toen was hij weg, maar je zag ook aan hem dat hij autoliefhebber was of zo. Dus. Ja, oké, maar we deden ook niks verkeerd. Maar, ja, nee, maar het mag gewoon niet. Hè. Als er verkeerd was, dan lieten we duidelijk merken dat je voorbij kon. Dus. Inderdaad. Ja. Soundcheck, kijk. Ja. Zetels zijn ook totaal niet comfortabel. Helemaal niet, zijn keihard. Nee, zijn keihard. Maar ja, tuurlijk, dat is ook een circuitauto, dus dat is niet de bedoeling dat dat comfortabel gaat zitten. Hè. Maar ja, dat is echt heel vet dat we deze kans krijgen dat we die auto mogen rijden. Ja, ik ga nu al even een dikke merci zeggen aan de M-Factory. Trouwens, deze auto staat te koop. Ik ga het nu al vertellen. De juiste prijs weten we niet, maar als je meer over deze auto wilt weten, ga even naar themfactory.be en ja, dan gaat je alle informatie wel terugvinden. Goals, ga met je Lotus naar de McDonald's. We mochten niet meer binnen eten, dus het wordt een McDrive, maar daar raak ik jammer genoeg echt niet in met de auto. Dus onze vriend is daarachter aan het schuiven met de F-Type. Daar is hem, onze held. Ziet hem, ziet hem. Hoppa. We hebben trouwens altijd heel veel spullen bij en dat is niet zo handig als dit uw koffertje is. Ja, daar zit nu wel een paar spulletjes in, maar ja, heel veel plaats is er niet, maar dat dient hem natuurlijk ook niet voor. Lassa, we zijn thuis aangekomen en de Lotus staat hier achter mij lekker in de garage. Perfect om het nachtje door te brengen en ik had het eigenlijk veel moeilijker verwacht om hem in de garage te krijgen, maar het is best goed gelukt. We gaan hem nu binnen laten staan zodat hem veilig is. En morgen gaan we waarschijnlijk misschien nog een klein ritje maken. Proberen nog een paar foto's vast te leggen. Zeker van het interieur hebben we nog niet gedaan. De main goal van het gebruik van deze auto is natuurlijk om een beeld brengen. Wat ik hier met jullie op deze video ben aan het doen. Maar ook wat Morgan met haar profiel doet. Ze heeft namelijk een Instagram profiel waar dat ze autofotografie doet. Als jullie het nog niet kennen, kijk dan even naar Pics by Morgan Instagram account. En dan gaat je heel mooie foto's zien van exclusieve wagens. Zoals deze, die er zeker op gaat komen. Alleszins, wij gaan slapen. En ik zie jullie heel graag morgen. Yo. Dit keer wel een goede morgen, want vandaag is het zondag en we zijn weer op pad met de Lotus. En nu ook, ja, altijd erbij. We hebben hem net uit de garage gekregen. Het was makkelijker dan we gedachten. Ja, die lijkt veel groter, maar die is smal, maar die gaat niet zo raar. En de hourglass.
hourglass figuur, ja. Super mooie wagen, zeker als ik hem hier in de garage zag staan en je ziet hem nu hier buiten rijden voor de deur. Dus prachtig. We gaan genieten van ons allerlaatste dagje met de Lotus Exige en dan gaan we hem terugbrengen naar de M Factory en dan gaat hij de verkopen. Amin, look at that. We hebben eigenlijk nog wel gelukt. Het heeft de hele voormiddag zitten regenen, maar nu is het gestopt en begint de zon wel vrij goed te schijnen. Het werkdag gaat wel nog nat zijn, maar oké, we halen het wel. Dit is het dan het einde van ons weekendje met de Lotus, maar kijk eens wie dat er op ons staat te wachten als ons Nikita staat er binnen. Ik ben heel blij dat ik toch terug met mijn M235 kan rijden, maar dit was, oh, wat een zalige, zalige auto. Schieten zijn, hè? Echt waar, ja, een aanslag. Ja. Aanslag in Antwerpen. Thuis gekomen na een heel fijn ritje natuurlijk in mijn oude vertrouwde M235i. En wat een verschil dat dit terug was. Dat was enorm wennen. Ten eerste zit je een pak hoger. Ik ben precies met een Jeep of zo aan het rijden ten opzichte van de Lotus. Want daar lag je echt plat op de grond. Deze ligt nog redelijk laag, maar is niet verlaagd. Dus ja, dat is nog altijd een enorm verschil met de Lotus. De zetels zijn super zacht. Plus ik heb zetelverwarming. Ja, dat is een enorm verschil al. Het stuur is servo, wat de Lotus niet had. Dit voelde in één keer super comfortabel aan. Ik ben wel heel blij dat ik terug in mijn oude vertrouwde autootje ben. En ook heel blij dat ik thuis ben, want het is dringend tijd om in bedden te gaan. Na een lang weekend vol heel fijn rondrijden, heel fijne ritjes maken, super vette locaties vinden om foto's te maken, is nu tijd om de week af te ronden. Merci allemaal om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie de Lotus Exige leuk. Wil jullie daar meer over te weten komen? Ga dan even naar themfactory.be. Merci trouwens aan Benjamin van de M2 Factory om ons de wagen voor 2 dagen te gunnen. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Yo! Thank you.